Until October 2011, Jonnie Boer is creating the meals served in KLM World Business Class. Jonnie is master chef and owner of the three-star restaurant Librije in Zwolle, which he runs with his wife and business partner, Therese Boer. We visited them in the kitchens of Librije's hotel. Hier zijn we weer. Dit zijn de gerechten die we tot eind juni in de World Business Class gaan serveren. Het voorgerecht is lamsam, gerookte lamsam, met gemarineerde asperges en parelpasta. En ik doe daar een beetje dragondressing overheen. Zo. Een klein beetje krokante boerenkaas. Dat maakt het lekker crisp. En dan hebben we nog een salade van ei hebben erbij. In het mooie pakje van Marcel Wanders. Now the main meals. We'll start with the fish. From the end of March it's... Gebakken kabeljauwfilet met een jus van kokos, zoete aardappel, een beetje venkel en quinoa. Een andere keuze uit het hoofdgerecht is langzaam gegaarde kip met Zwolse mosterd, linzen uit Dupuis, geroosterde maïskolfjes, ingemaakte worteltjes en augurkjes. Het laatste hoofdgerecht is een rundersucade met zoetzure bietjes, zwarte olijfjes, zilveruitjes en een vergeten groente, een puree van pastinaken. Therese's passion is wine. There are 5 wines served in World Business Class, including a Chardonnay and a Cabernet Sauvignon. De witte schenkwijn is dit keer de Rietvallei Chardonnay uit het hele zuiden van Afrika. Heel mooi bij het voorgerecht, bij de vis natuurlijk, maar ook bij de kip. Het is een Chardonnay met een klein beetje houtlaging. Fruit, sap, lekker de botertje, een beetje vanille tonen. Maar ook een hele mooie frisse toon, wat altijd goed is voor in de lucht. Daarna als rood hebben we de Cabernet Sauvignon uit Australië, Zuid-Australië. Het is Cabernet Sauvignon druiven 2008. Ook weer dat fruit, heel mooi dik sap. Klein beetje gekoeld is ook heel erg lekker. En wat heel fijn voor jullie is, is de schroeftop. Jonnie also makes the sweet desserts. One of these is a hit from Librije. En dit zijn de desserts tot eind juni. Een mousse van chocola met wat drop. En onze eigen gin en Jonnie. En dat is een dessertje wat ik ooit gemaakt heb voor de Librije. Dat is met komkommer en citroen en Hendrix gin. Wij wensen u weer heel smakelijk eten. Succes en wij zijn aan jullie weer.